Dennis Schentenaar, terug in het Goffertstadion, een aantal weken na zijn afscheid. Op zijn stoel in de kleedkamer blikt hij nog één keer terug op die laatste dag als profvoetballer en op zijn hele carrière. Wat ooit begon bij NEC en via Borussia Dortmund, Ajax, VVV Venlo en Almere City weer eindigde bij NEC, is nu voorbij. Een prachtige lijst aan clubs, maar aan welke bewaart de keeper zijn meest dierbare herinneringen? Ik denk dat de leukste tijd toch bij NEC is geweest. En ja, qua entourage en beleving is Dortmund natuurlijk en Ajax ook gewoon hartstikke mooi geweest. En eigenlijk bij VVV was het natuurlijk weer een hele andere periode toen. En Almere ook uiteraard in de Jupiler League. Dat was helemaal anders voor mij op dat moment. Was het niet zo dat je bij Dortmund en bij Ajax het minder naar je zin had omdat je daar niet de eerste keus was? Ja, kijk, je weet waar je op dat moment voor komt en daar stel je dan ook op in. En natuurlijk wil iedereen spelen, alleen op dat moment zat het er niet in. Heb je het daar ook nooit moeilijk mee gehad? Nee, eigenlijk ja, moeilijk. Niet echt heel moeilijk of zo. Ik heb gewoon gedaan wat ik moest doen. En meer kan je niet doen. Dus het is niet zo dat ik nou terugdenk en dat ik dacht van nou, misschien had ik dat anders of anders moeten doen. Dus er is niet één bepaald dieptepunt in je carrière waar je liever niet aan terugdenkt? Nou ja, als je je voorste kruisband afscheurt, een hernia, ja, dat zijn dingen waar je liever niet aan terugdenkt. En zeker ook voor VVV op dat moment. In het eerste jaar dan halen ze je toch als eerste keeper en willen ze erin blijven. Ja, en als je dan na 7 wedstrijden je voorste kruisband afscheurt, dan is dat wel heel zuur. Ook voor hun, voor mij, maar ook voor hun natuurlijk. Hoe ging je met die teleurstelling om? Nou ja, eigenlijk was het heel moeilijk gewoon. Zeker in het begin, voordat je geopereerd wordt, is het heel lastig. En het is heel onzeker op dat moment. Omdat je niet weet of... ik was volgens mij, even kijken, 33 of zo. En of je dan nog goed herstelt en of het dan nog goed komt. Daar denk je dan aan. Maar uiteindelijk is dat goed gekomen. Wat is jouw hoogtepunt in je voetbalcarrière geweest? Echt een hoogtepunt. Ik denk dat we natuurlijk met NEC Europees voetbal halen. Dat soort dingen. Kijk, en als je dan toch, zoals bij Dortmund, wedstrijden gespeeld hebt, bij Ajax heb je gespeeld. Op een gegeven moment dat we met VVV eigenlijk 3 jaar lang gewoon erin blijven. Ja, echt als hoogtepunt, dan is het gewoon dat Europees voetbal halen met NEC. Wat is het mooiste moment wat nou uit zijn tijd met jou is bijgebleven? Dan val je toch een beetje terug op behalen Europees voetbal. Onverwachts RKC uit, 1-0 winnen laatste minuut. En dat we met z'n allen helemaal gek worden dat we Europees voetbal gehaald worden. En dan heb je zo'n intense band en intense blijdschap met elkaar. Ja, en als je dat dan hier ook vandaag weer in de kleedkamer ziet, hoe dat met elkaar omgaat, dan is het net alsof je niet weg bent geweest. Dus ja, het zijn mooie herinneringen. Kan ik me nog herinneren dat we uit bij RKC voetbalden. En dat de laatste minuut Siemer de winnende scoorde, waardoor we Europees haalden. En dat Dennis eigenlijk in plaats van naar de supporters rende, direct naar de kleedkamer rende. En dat ik in principe ook er naartoe ging om te vragen van wat hij ging doen. En hij had toen een momentje voor zichzelf nodig. En daarom zijn we samen weer terug naar het veld gegaan. En dat zijn wel leuke momenten. En ook in de nacompetitie, dat weten we wel dat we bij Emmen uitwonnen. En toen was er eigenlijk maar één kratje bier voor in de bus. We hadden ons veilig gespeeld. Hadden wij een paar kratten bier gehaald bij Emmen. En dat weet ik nog wel, echt, dat iedereen bij ons bier ging halen. En dan later die kratten ook gewoon hier aankwamen uit het bus geworden boven. Zo in de bosjes. Maar dat waren wel mooie momenten eigenlijk. Nog een mooie anekdote is natuurlijk die tatoeage op zijn rug. Waar hij een keertje ineens mee in de kleedkamer in kwam. Dus dat vergeet ik ook nooit meer. Op een gegeven moment kwamen de tatoeages toch lichtelijk in binnen de kleedkamer. En hadden een kleine tatoeage. En op een gegeven moment komt Dennis Schentenaar de kleedkamer inlopen. En die doet zijn shut van zijn rug. En er staat echt zo'n tatoeage op zijn rug. Dus iedereen die stond echt voor gesteld. Ik had echt een flabbergasted. Hij zegt, ja, dat moet je wel op een goede manier doen. Hè, als je een tatoeage neemt. Niet zo'n kleintje, maar echt
zo'n joekel op zijn rug. Dus mooi moment. Hij heeft natuurlijk ook Frats uitgehaald in die wedstrijd tegen Vitesse met zijn haren. Rood, zwart en groen geschilderd. Hij organiseert nog wel eens een feestje, een skifeest of zo, of een themafeest. Maar hij kon wel in één keer aardig gek doen. Dus dan komt in één keer zijn shirt uit. Maar Dennis was over het algemeen wel een vrij rustig persoon. Als er iets gedaan werd wat hem niet beviel of zo, dan... Hij was niet zo echt zo'n prater, maar dan gooide hij af en toe wel wat kreten eruit. Dat hij boos was en dan moesten we altijd wel lachen. Dus ik denk dat dat wel echt een moment is wat, als ik aan Dennis denk, eigenlijk rustig buiten het veld. Maar op het veld dan was hij wel aanwezig. Weet je, zijn rol bij Ajax was aanvankelijk die van schaduwkeeper, hè, tweede keeper. En dan heb je een aparte plaats in een kleedkamer. Dan moet je iets anders zijn dan alleen maar de eerste elftalkeeper. En dat is voor een speler die gewend is om de startende doelman te zijn natuurlijk wel moeilijk. En dat heeft hij echt met veel overgave, veel verve en veel collegialiteit heeft hij die vervuld. En zijn open karakter speelt daar een grote rol in. Het is niet voor niets, en dat zag je vandaag bij deze wedstrijd ook, dat er zo'n warme band is met het publiek. Hij heeft geen poespas nodig. Hij hoeft niet het logo te gaan zoenen en hele gekke gebaren te maken naar zijn publiek om die binding te krijgen. Hij is wie hij is. Dat is een sterke persoonlijkheid met oog voor andere dingen, met gezonde ambitie. En dat is voldoende om te maken van Dennis Gentenaar wie hij is. Dat is hier zo geweest, dat is bij Ajax zo geweest. Hier natuurlijk het allermeest, want hier ligt zijn hart. Maar bij elke club waar hij heeft gespeeld, heeft hij zich niet alleen als doelman, als kwaliteitskeeper waargemaakt, maar ook als persoonlijkheid binnen de groep, binnen de kleedkamer. Ja, hij mag zeer trots zijn op zijn carrière. Ben je dat ook? Ja, ben ik ook. En zeker gewoon in alles. Wat we hebben meegemaakt met wat je met andere spelers meegemaakt hebt en ook gewoon met z'n allen. Ja, dat is gewoon hartstikke leuk geweest. Wel frappant, wat Jeffrey erbij zei, is dat jij naar de kleedkamer rende. Je moest er net heel hard bij lachen. Is dat waar? Waarom rende jij naar de kleedkamer? Ja, waarom? Wij scoorden toen we scoorden al sowieso in die slotseconde. Toen weet ik nog heel goed dat ik... Ja, ik rende naar de middenlijn en toen rende ik, want ik stond aan de rechterkant in de goal. En dus ik rende naar de middenlijn. Ik rende gewoon eigenlijk volgens mij gewoon een vierkantje of zo. En toen kwam ik op een gegeven moment, dus ik stond te juichen. En toen stond ik voor de dugout van RKC. En die zaten echt allemaal zo. En ik stond gewoon echt zo. Dus die dacht echt van, die is niet goed. En toen kwam ik pas eigenlijk een beetje weer bij zinnen. En toen dacht ik van shit, weet je niet. Dus ik weer terug de andere kant op de goal. En toen na de wedstrijd, ja, ik weet niet, toen rende ik gewoon naar binnen. En toen was ik... Natuurlijk zo blij dat we dat gehaald hadden. Dus je zat gewoon te huilen in de kleedkamer. En dus toen zat je daar van, ik weet het ook niet. Ik weet ook niet wat ik hier doe. Ja, en toen gingen we weer naar buiten. Ben je wel een emotioneel persoon? Ja, ik kan wel emotioneel zijn, ja, zeker. Ik denk ook, dat soort dingen, dat maak je ook emotioneel dan, weet je wel. Je werkt ergens naartoe en je bereikt dan iets wat eigenlijk niet verwacht wordt. Ja, dan is dat helemaal zo. Danny Hespen en Ulrich Krude die benoemen allebei nog het moment van je tatoeage. Patrick Pothuis natuurlijk het verven van je haar en de clubkleuren. Dacht je daar van tevoren over na, over dat soort acties? Ik had het gezegd. We waren een avond in de Matrix. Nou, en toen kwamen een paar jongens van NEC tegen. En toen op een gegeven moment werd er een beetje geouwehoerd natuurlijk, over en weer. En toen, je moet eens keertje gaan. Ik zei, weet je, dan doe ik dat. Dus ik zei, dan verf ik maar rood, zwart, groen als we daar spelen. Maar ja, de dag daarna werd ik wakker. Dacht van, oké. Maar ik zeg het, weet je niet. Maar ja, toen kwam die wedstrijd, ja. En ik ben wel iemand die, als je iets zegt, dan doe je dat ook gewoon. Dan hou je daar gewoon aan. Dus ja, zo is dat toen gekomen. En toen... is de kapper die is 's ochtends gekomen en die heeft die kleur erin gedaan. En toen zijn we die wedstrijd gaan spelen. Hoe zou je jezelf omschrijven in 3 woorden? In 3 woorden? Vind ik moeilijk. Rustig in ieder geval. Rustig. 3 woorden om Dennis Gentenaar te omschrijven. Recht door zee. Rustig, gezellig,
En zelfverzekerd? Ik denk betrouwbaar, rustig, toch wel uitgesproken en houdt wel van een feestje. Een topper, een hele goede vriend, altijd heel positief, gedreven. Fanatiek, rustig, clubheld. Ja, Peter Westgolf noemt je een clubheld. Hoe word je dat, Dennis? Hoe word je een clubheld? Want je bent er een. Ja, weet ik eigenlijk niet hoe je dat wordt. Ik denk door altijd gewoon je best te doen voor de club. Je hebt ook een plek op de Wall of Fame gekregen. Wat doet zo'n gebaar jou eigenlijk dan, op dat moment nog? Ja, op dat moment, net wat je zegt, weet je, alles ging allemaal... Kijk, we kwamen in de kleedkamer, moesten snel daarheen. Hup, ding, doorknippen, hup, weer snel eigenlijk weg. Maar ja, dat is wel hartstikke mooi natuurlijk als je, als je daar als eerste op de Wall of Fame mag hangen. Vind je dat ook terecht? Of zeg je dat niet over jezelf? Nee, sowieso niet. Nee. Ze vinden het terecht. We gaan het hebben over jouw afscheid. De dag, een aantal weken geleden. Daarna ben je op vakantie gegaan. Heb je tijdens die vakantie met je kinderen en met je vrouw nog veel teruggedacht en gepraat over het afscheid? Ja, we hebben er wel over gehad. Ja. Ik denk dat sowieso NEC alles goed georganiseerd was. En daar moest ook gewoon, daar ben ik ze ook dankbaar voor dat toch die dag is gekomen. En de mensen die er waren, alles eromheen, dat maakte gewoon die dag tot een hele goede dag. Welk gevoel bekroop je op dat moment bij die toespraak waar je het toch heel even lastig had? Dat het gewoon klaar is, weet je wel. En ook gewoon dat de mensen gewoon die er zaten allemaal, die zijn toch ervoor gekomen. En dat doet je wel wat. Nu nog steeds? Nog steeds, jazeker. Ja. Voordat we de beelden van je afscheid er nog eens bij gaan halen, wil ik van je weten of je nou op dit moment het zwarte gat in gaat vallen. Of dat je denkt dat het met de carrière van Dennis Gentenaar in het voetbal nog lang niet voorbij is. Nee, ik denk niet dat het voorbij is. Zeg maar, natuurlijk, keeper is gewoon klaar. Maar ik wil sowieso met keepers bezig blijven. En ja, keepers training, keepers begeleiden. Dat lijkt me gewoon hartstikke leuk. Succes daarbij, bedankt dat je hier wilde zijn. En laten we de afsluiting naar de uitgebreide samenvatting kijken van jouw afscheidswedstrijd. Er zijn veel bekende namen aanwezig vandaag tijdens de afscheidswedstrijd van Dennis Gentenaar. Daar zag u al Klaas-Jan Huntelaar, Bert van Marwijk, de coach van het vriendenteam. En hier Patrick Pothuizen, nog steeds superfit. Voorafgaand aan de wedstrijd zijn er activiteiten in het stadion. Parachutisten en vliegeniers gaan over het stadion en de parachutisten landen er zelfs in. Eén van hen heeft de wedstrijdbal bij zich. Daar is hij. Gelukkig veilig geland. Er worden ook filmpjes laten zien in het stadion voor Dennis Gentenaar, gemaakt door zijn vrienden. Hij kan er zichtbaar om lachen en daar zijn de helden van vandaag. U zag daar onder andere Marcel Meeuwis en George Ogararu. Zico Toumba loopt hier, wie kent hem niet. Dennis de Nooyer. René van Rijswijk, veel bekende namen dus, maar het gaat natuurlijk om maar één man. En dat is hij, Dennis Gentenaar met zijn zoons, Dayan en Jaden. En hij heeft goed van papa afgekeken hoe dat moet klappen. Een erehaag voor de man die afscheid neemt. Na een prachtige carrière. En zij mogen ook heel even voor deze ene keer het veld op om samen met Dennis het afscheid te vieren dat hij verdient. Ik hoop dat hij er nog levend uitkomt, Dennis. Vast wel, want hier wordt hij op de schouders genomen. Een prachtig gebaar, mooi om te zien. En het publiek heeft er een warm applaus voor over. Dan gaan we beginnen. Roelof Luinge fluit voor het begin van de wedstrijd en Klaas-Jan Huntelaar trapt af samen met Ebi Smollerek.
En Klaas-Jan Huntelaar probeert het maar meteen eens een keer. Maar daar trapt Dennis natuurlijk niet in. Goed, doorkoppen van Smollerek richting Huntelaar. Die moet gaan schieten. Leeballetje over Gentenaar heen. Hij heeft hem. Ook in zijn afscheidswedstrijd nog in topvorm. Dennis Gentenaar. Want kijk eens. Wat een fantastische redding. Weer ruimte voor het vriendenteam aan de linkerkant van het veld. Die wordt veel gebruikt. Nu diep richting Huntelaar. Die kan voorbij Gentenaar. Dat lukt. Dan moet hij nu gaan schieten. Hij houdt in. Dan terugleggen. Daar staat namelijk Pauwen. Ja, wat moet je hiervan vinden? Het is een verdediger, dus ik neem het hem niet kwalijk. Van de Gun. Voorzet van Smollerek wordt er makkelijk uitgehaald door Gentenaar. Meegeven op Toemba. Keeper Wilco de Vocht is toch net iets sneller. En dus geen kans voor het NEC van 2002-2003. Meteen in de tegenaanval. Goeie paas richting Huntelaar. Die moet nu wel gaan scoren. Gentenaar blijft staan en dan is het 1-0. Klaas-Jan Huntelaar. Wordt uitgefloten door het publiek. Hij biedt zijn verontschuldigingen ook maar aan. Pothuizen gaf de bal net iets te hard mee. Daardoor nu balverlies voor het team van Gentenaar en de overname. Goeie steekbal richting Ebbingen. En die moet gaan scoren. Maar dan zit de Vochter met een grote teen nog net tussen. Ruimte aan de linkerkant bij Leiva Cabessi. Die moet gaan schieten. Oei, ja, die had er ook wel in gemogen. Toemba liet hem aan Leiva Cabessi. En die schiet rakelings naast. En zo zijn het de verdedigers die bij het team van NEC de goals moeten maken. En dat lukt niet, want ze zijn natuurlijk geen spitsen. Toemba. Weer de ruimte aan de linkerkant. Nu opnieuw bij Leiva Cabessi. Voorzet richting tweede paal. Daar is De Nooijer, die kopt terug. Toemba. En dan Aks. Oei, ja, die had er ook in gemogen. Eindelijk een keer een spits, of in ieder geval een aanvaller die aan de bal komt, maar hij gaat er niet in. Corner doorgekopt door Alireza en dan is het Smollerek die scoort, maar de vlag is omhoog. Geen 0-2 dus. Buitenspel en Smollerek die stak de duim al omhoog, dus dat is 100% zeker een goede beslissing. Mooie dribbel. En dan krijgt daar De Nooijer hem terug van Toemba en dan schiet ook de echte spits hem naast. Het wil maar niet lukken voor het team van NEC 2002-2003. Aan de linkerkant weer met Alireza. En dan gaat die bal ook wel bijna in. Gentenaar is er als de kippen bij. En zorgt ervoor dat het hier niet 0-2 wordt. Goede redding opnieuw van de afscheidnemende doelman. En de sfeer op de tribunes. Het is rust in het Goffertstadion. De trainer van het vriendenteam overlegt wat met David Ent, de teammanager. En dat is natuurlijk Bert van Marwijk. En daar is Roelof Lange alweer. We gaan bijna beginnen aan de tweede helft. 10 minuten in de tweede helft. Er gebeurt weinig. Misschien nu dan, want er ligt wat ruimte in het midden. Daar moet de steekpaas nu ook naartoe. Is Smollerek vrijgelopen en die moet gaan scoren. Is voorbij keeper Timmer en scoort 0-2. In de 10e minuut van de tweede helft. Goeie paas van Marcel Meeuwis. Meegegeven aan Ebi Smollerek. En met 1-2 simpele voetbewegingen is hij voorbij Henry Timmer. En schiet hij de 0-2 binnen. Goeie actie aan de linkerkant. Er moet nu de voorzet gaan komen. En dan is dat Hens. Ja, dat is Hens. Roelof Luijngen ziet het ook. En Patrick Pothuis is de gebeten hond. Want hij raakt de bal aan met zijn hand en dat mag niet. En dus een penalty voor NEC tegenover Gentenaar die aan de andere kant is gaan keepen in deze tweede helft. Wordt het Toemba of toch Gentenaar? Het wordt Gentenaar, ja hoor. Natuurlijk. En Patrick Pauwen die viert het met hem. Een matig ingeschoten penalty van Zico Toemba. Maar de redding is er niet minder om. Dennis Gentenaar, ook de held in zijn eigen afscheidswedstrijd. Goeie paas op Toemba. 1-1 nu van Rijswijk. Ja, die moet gaan scoren. Geeft terug op Toemba. Dan moet Toemba het doen. En weer is het Gentenaar. Opnieuw is het Dennis Gentenaar. Maar dat mogen Toemba en van Rijswijk zichzelf toch ook wel aanrekenen. Wat een kans. Gentenaar komt vers in goal uit. Het mag allemaal.
buitenspel voor het vriendenteam. En dan gaat er gewisseld worden, want de twee zoons staan klaar. Dejan en Jaden. En zij gaan papa vervangen. En dus is dit de allerlaatste gang naar de zijlijn voor Dennis Gentenaar. Het applaus vanaf de tribunes, de knuffels op het veld. En de uitspraak die iedereen kent. Daar gaat hij. Voor de laatste keer. En Toumba, die wil hem er wel een handje bij helpen zo te zien. Ja, op de schouders het veld af. Berensterk, zie ik op Toumba. Zet hem daar maar neer. En zo vervangt de ene generatie de andere generatie. En is het definitief voorbij voor Dennis Gentenaar. Een knuffel van Ronde Groot. En zo ziet hij toe hoe zijn zoons het stokje van hem overnemen. Gentenaar junior met de uittrap. Het doorgeven van Huntelaar aan de andere Gentenaar junior. Mooie 1-2, want hier is Huntelaar weer. Als Gentenaar het hier op een lopen gaat zetten, zou het zomaar een goal kunnen gaan worden. Gentenaar, ja, doe het maar. Ah, jammer. Goeie redding van Timmer. Ja, hij zat er echt bijna in, papa. Maar niet helemaal. Vlak voor tijd. Nog een corner. Wordt ingekopt door Huntelaar. En dan is het alsnog 0-3. Klaas-Jan Huntelaar zorgt voor de eindstand van 0-3 in het voordeel van het vriendenteam. Het is ook meteen afgelopen. De keepershandschoenen worden opgeborgen. 0-3 dus voor het vriendenteam van Dennis Gentenaar. Dankjewel.
hij en NEC, hij en Nijmegen, dat is een twee-eenheid.